Hoi en welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. En vandaag is iets anders dan anders, want ik wil het met jullie gaan hebben over het grote geheim van de landschapsfotograaf, namelijk ND-filters. Nou, zoals jullie misschien weten doe ik dit soort artikelen dus normaal gesproken geschreven, dit soort uitleg. Maar het lijkt me leuk om dat wat meer in videovorm te doen, zodat ik er gewoon op een andere manier wat over kan vertellen. Dus ik heb helemaal een microfoontje gekocht. Die zit hier niet helemaal in beeld, maar die gebruik ik nu wel. Dus ik ben benieuwd wat jullie van het geluid vinden. En of dit een beetje je aanspreekt, want dan wil ik dat misschien vaker gaan doen en vaker dingetjes uitleggen voor de camera. Dus laat me weten wat je daarvan vindt. Maar in deze eerste video wil ik het dus hebben over ND-filters. Want voor mij, ja, ik ben groot fan van ND-filters. Ik heb ze echt op mijn reis in IJsland constant gebruikt, echt de hele tijd. Maar ik merk dat heel veel fotografen nog helemaal niet weten wat een ND-filter is en wat je er eigenlijk mee kan. Dus dat wil ik in deze video gaan vertellen. ND staat voor Neutral Density en dat gaat eigenlijk over neutrale donkerte. En wat het simpelweg is een ND-filter is een zonnebril voor je camera. En ik zal je een filter laten zien die ik zelf heb van Lee. Zit in dit tasje. In een vloeipapiertje om het te beschermen, want het is glas of nou ja, plastic, maar er kunnen natuurlijk krassen op komen. Kijk, dit is een voorbeeld ervan en je kan zien, je kan er een beetje doorheen kijken. Dit is een Lee 0.9 ND. Dus hier zie je, het is echt een soort zonnebril voor je camera. En vooral het neutral van Neutral Density is hierin heel erg belangrijk. Want dit filter is echt 100% neutraal grijs. Er zit geen enkele kleurzweem in, zodat als je deze voor je lens plaatst, je maakt een foto, dan zul je niet zien dat er een soort kleurzonnebril overheen zit. Wat je met sommige zonnebrillen dus ook wel hebt, dat je bijvoorbeeld alles ineens in een hele warme tint ziet of in een hele koele tint. Een neutral density filter heeft dat dus niet. Dit is iets wat wel vaak misgaat bij goedkopere filters. Ik heb ook wel eens goedkope filters van AliExpress of eBay gehad. En die gaven echt een paarsige of blauwe kleurzweem. Alsof je dus echt zo'n zonnebril met een kleurzweem erop op hebt. En ja, je krijgt het gewoon niet meer weg met nabewerking. Dat is echt vreselijk. Je zou denken, witbalans een beetje schuiven, is het wel goed. Maar nee, dat krijg je echt niet meer weg. Dus ze moeten echt neutraal zijn. Ik raad dus echt de filters van Lee aan. Die zijn echt 100% neutraal grijs en daarvan weet je altijd zeker dat ze goed zijn en dat je geen irritant kleurzweem krijgt. Nou, waarom zou je nou zo'n zonnebril voor je camera gebruiken? Nou, normaal gesproken, als je een foto maakt, dan leg je eigenlijk gewoon een seconde of een fractie van een seconde vast. Je kan beweging bevriezen. Dus als je een waterval fotografeert, kan je echt die druppels die zo naar beneden vallen echt per druppel vastleggen, wat natuurlijk heel gaaf is, want ja, met het blote oog kan je dat niet altijd zo zien. Maar je kan dat ook de andere kant op doen. Je kan ook beweging vastleggen op een manier waarop het beweegt. En ja, dat klinkt nu misschien een beetje gek, maar als je een sluitertijd langer dan een seconde bijvoorbeeld gebruikt bij een waterval, dan zul je zien dat de druppeltjes vervagen en een soort melkachtige substantie lijkt te worden. En zeker met water is dit heel tof om te doen. Maar je kan het niet alleen voor water gebruiken, ook bijvoorbeeld voor wolken. De beweging in wolken die dan mooi vervaagt, waardoor je gave strepen krijgt. Of, en waar ik het ook wel eens voor gebruikt heb, is om toeristen uit je foto te halen. Als het namelijk ergens krioelt van de toeristen die telkens allemaal bewegen, ja, het ziet er natuurlijk niet uit in je foto. Maar als je een sluitertijd van 30 seconden gebruikt met zo'n filter, dan zal die beweging vervagen, waardoor je de toeristen op een gegeven moment bijna niet meer ziet. Dus ook dat is een interessante reden om een filter te gebruiken. Maar over het algemeen wordt het gebruikt om water een mooie vloeiende substantie te laten worden. Je hebt verschillende soorten filters. Je hebt ronde filters. Dat zijn gewoon een soort lenskapjes eigenlijk, maar dan dus doorzichtig, die je op je lens schroeft. En je hebt vierkante glasplaatjes, zo eentje die ik je net liet zien. En ja, die kan je natuurlijk niet op je lens schroeven. Dus als je daarvoor gaat, heb je ook een filterhouder nodig.
En zo'n filterhouder moet dezelfde diameter hebben als je lens is, zodat die erop gezet kan worden. En daar kun je dan filters in schuiven. Welk systeem voor jou fijn werkt is een beetje persoonlijk. Ik heb dus zelf destijds gekozen voor een filterhouder, omdat je daar verschillende filters over elkaar heen kunt plaatsen. Ik gebruik namelijk ook nog wel eens een ND Grad. Dat is een filter met een verloopje erin. Dus donker aan de bovenkant en doorzichtig aan de onderkant. Zodat je bijvoorbeeld de lucht wat minder overbelicht kunt maken. En die kun je gebruiken in combinatie met zo'n ND-filter. Dus toen ik op reis ging, vond ik dat prettig om te kunnen doen. Dus dan heb ik zo'n filterhouder met vierkante plaatjes gekocht. Dan heb je zo'n ND-filter ook nog in verschillende stops. Ik heb bijvoorbeeld de bekende Lee Big Stopper. Die zit hier in dit doosje. En dit filter houdt 10 stops aan licht tegen. Nou, elk filter haalt een bepaald aantal stops tegen. En een stop is een stapje die je in de sluitertijd maakt. Bijvoorbeeld 1/30ste seconde naar 1/60ste seconde is een stop. 1/60ste seconde naar 1/120ste seconde is weer een stop. Het is altijd een verdubbeling of een halvering. Dus ook 1/1000ste seconde naar 1/2000ste seconde is ook één stop. Het aantal stops wat er dus bij zo'n filter staat, geeft aan hoeveel stapjes lager je je sluitertijd nu kunt zetten. En dat klinkt nu misschien best wel ingewikkeld en dat is het aan het begin ook wel een beetje. Maar bijvoorbeeld Lee, die levert er zo'n overzichtje bij de Big Stopper. En hier staat dan bijvoorbeeld normal shutter speed 1/60ste seconde with Big Stopper 15 seconden. Nou, hoe gebruik je nou stap voor stap zo'n filter? Stap 1 is gebruik een statief. Super belangrijk, want ja, als je met lange sluitertijden gaat werken, dan kan je dat niet uit de hand doen. Dat gaat helemaal mis. Dus je moet een statief hebben zodat je camera stabiel staat en niet beweegt tussendoor. Stap 2 is zet je camera op, hoe heet het ook weer? Dat je een foto maakt en dat hij hem niet meteen maakt. Zelfontspanner. Zet hem op zelfontspanner. En dat hoeft eigenlijk maar een seconde te zijn. Volgens mij hebben de meeste camera's de optie van 5 of 10 of 30 seconden. Dit is iets wat heel veel mensen vergeten, maar als jij het knopje van je camera indrukt, dan beweegt je camera een heel klein beetje. En dat kan je terugzien in de scherpte van je foto. Dus zorg dat je drukt en dat je camera dan een paar seconden daarna pas de foto maakt. Dus stel dat ook in. Stap 3 is stel je instellingen in zoals je eigenlijk zou doen voor een normale foto. Dus altijd in de M-stand overigens. Dus dat je overal helemaal controle over hebt. En stel dan de juiste sluitertijd, diafragma, ISO-waarde in. Zodat de belichtingsmeter mooi in het midden eindigt. En je denkt, dit zou een mooie normale foto zijn. Stap 4 is zet de scherpstelling van je lens op M. Dus zet het schuifje op M en ga handmatig scherpstellen. Want als jij straks het filter op je camera gaat schuiven, dan kan je camera niet altijd meer scherpstellen. Zeker niet met zo'n Big Stopper, die zal ik even laten zien. Die is zo donker, omdat hij dus 10 stops aan licht tegenhoudt, dat je er niks doorheen kunt zien. Kijk, dit is echt gewoon helemaal donker. Ik kan er, als ik naar het licht kijk, kan ik er doorheen kijken, maar deze kant op niet. Je camera kan niet meer scherpstellen als je deze erop hebt zitten. Dus dat scherpstellen moet je vooraf doen. En om te voorkomen dat je, dat zodra je het filter erop zet, je de scherpte kwijt bent, moet je hem dus op het schuifje M zetten. En als je dan scherp gesteld hebt, met bijvoorbeeld Live View voor extra zekerheid, zet je heel voorzichtig het filter erin zonder nog aan de scherpstelling van je camera te komen. En de volgende stap is raadpleeg zo'n kaartje of internet. Op internet staan natuurlijk ook allemaal van dit soort schemaatjes. Om te kijken, oké, ik had bijvoorbeeld een sluitertijd van 1/60ste seconde. Nou, als ik nu het filter erop zet, kan ik die opschuiven naar 1/15ste seconde. En dan komt er een foto uit met dezelfde belichting, maar dan met mooi vervaagd water bijvoorbeeld. En dan is het gewoon een kwestie van heel veel proberen. Het klinkt nu misschien een beetje
ingewikkeld en wiskundig van, oh, met al die stops en hoe moet ik dat dan doen? Maar je zal merken dat als je hier vaker mee gaat werken, dat het op een gegeven moment automatisch gaat. Wij hebben er toen in IJsland zoveel mee gewerkt. Echt constant pakten we dat filterwiel erbij en we wilden eigenlijk geen normale foto meer maken omdat het zo leuk was. Op een gegeven moment weet je gewoon uit je hoofd een beetje van, oké, bij dit filter kan ik ongeveer de sluitertijd daarop zetten, bij dit filter daar. Dan hoef je het niet meer telkens uit te rekenen. En je kan natuurlijk ook gewoon proberen en kijken wat er uitkomt. Het hoeft niet precies zo uitgerekend te worden. Maar het kan wel een handig hulpmiddeltje zijn. Zeker aan het begin als je nog niet helemaal weet wat het effect gaat zijn. Let wel op je diafragma bij dit soort foto's. Bij landschappen ben je natuurlijk vaak geneigd om met een klein diafragma, zoals bijvoorbeeld F11 of zo, te werken. Maar als je zo'n filter gebruikt, is de kans groot dat je dan wat licht tekort komt. Dus soms zal je het diafragma iets verder open moeten zetten naar bijvoorbeeld F6 of zelfs iets lager, 5.6, om toch nog genoeg licht te hebben. Dus let daarop als je zo'n foto gaat maken. Nou, ik gebruik dezelfde filters van Lee heel graag. Ik heb er dus twee, eentje met een wat minder heftig effect en de Big Stopper, mijn grote favoriet die dus wat 10 stops aan licht tegenhoudt, zodat je overdag met sluitertijden van 30 seconden kunt werken. Ik ben groot fan van het gebruik van filters. Ik vind ze echt heel tof. Het zorgt er gewoon voor dat je foto's kunt maken die je normaal gesproken nooit zou kunnen maken overdag. Omdat je foto's dan gewoon veel te overbelicht zouden zijn. Dus het geeft echt een speciaal effect aan je foto's. En ja, ik vind het super tof om daarmee te experimenteren. Er zit wel een prijskaartje aan. Filters van Lee, de Big Stopper bijvoorbeeld, is €120. Het is even wat geld voor zo'n glasplaatje. En dan moet je er dus ook nog een filterhouder bij aanschaffen. Maar ja, ik vind het echt helemaal waard. En de foto's die ik ermee heb gemaakt vind ik heel erg bijzonder. Je kunt natuurlijk ervoor kiezen om eerst een wat goedkoper filter aan te schaffen. Bij bijvoorbeeld eBay of zo. Of uit China te halen. Daar kan je ze echt al voor €5 halen. Maar hou er rekening mee dat ze eigenlijk alleen leuk zijn om het effect ermee te proberen. Want qua kleurzweem zullen ze echt onbruikbaar zijn. Maar denk je van, nou, ik wil gewoon eens kijken of het wat voor me is, dan zou je dat ook altijd nog eerst kunnen doen. Nou, dat was mijn uitleg over ND-filters. Ik hoop dat je het interessant vond, dat je het leuk vond om naar te luisteren. Wil je nou meer van dit soort video's, laat het me dan zeker weten in de comments of stuur me een berichtje. Want ja, het lijkt me gewoon leuk om hier wat meer mee te doen en ook meer op zo'n manier jullie dingen uit te leggen. Dus ja, ik hoop dat jullie het interessant vonden en bedankt voor het kijken en tot de volgende video.